Count on Coin. Hallo mensen van Biontown, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Naast mij staat Ilko van Ilko Gaming. Ilko Gaming, jullie horen het goed. Abonneer op Ilko Gaming. En wij waren net op de Ubisoft stand en wij hebben daar, nou ik eigenlijk, ik heb Far Cry 4 gespeeld. Ik ben daar trots op. Welcome to Kerat, a country on the roof of the world in the legendary Himalayas. Here, I will give you a glimpse into Kerat, from the lush forests and rivers, up to the highest mountain peaks, and back down through the depths of its mythological past. Kerat. At first glance, it's an exotic kingdom, full of wild animals and ruggedly beautiful landscapes. A world begging to be explored. But the brutal civil war under the imposter king Pagan Min has divided the country and created chaos. You will need bows, knives, guns, and explosives to survive the open world. Ja, ik denk ik laat hem ook spelen, want ik heb 1, ik weet niet hoe een freaking controller werkt van een console. 2, ik heb nog nooit Far Cry gespeeld, maar ik vind het wel heel vet. Ik zit al 3 jaar het willen spelen. Dat is wel geinig, want ik kwam dus binnen, die man zegt, jij hebt toch wel meer Far Cry gespeeld? Ik ja, dus hij, nou hier, ik ga niks uitleggen, hier heb je de controller. Ik dacht, dat was voor de PlayStation 4. Ik heb ten eerste nog nooit een PlayStation 4 controller in mijn handen gehad. Ik heb geen idee wat de PlayStation controls zijn van Far Cry, dus dat begon goed. Maar ik heb de game gespeeld en ik ben super enthousiast. Ik ben ook super enthousiast over Far Cry 3 en eigenlijk, ik moet toegeven, hij is een beetje hetzelfde als Far Cry 3, maar dan gewoon heel veel sneeuw, nieuwe wapens, nieuwe dingen. Zoals je kan je vlees gooien om dieren weg te lokken en naar de vijand te lokken. Dat was ook mijn strategie. Ik gooide een stuk vlees, toen kwam er een heel groot mammoet ding en alle vijanden waren daarop aan het schieten. En ik gooide een paar granaten en ik was gewoon van de hele groep af. Die mammoet kwam niet op het vlees af, daar kwam de sneeuwleopard op af. Ja, en daar kwam weer een mammoet op af. Dat was niet. Mammoeten eten geen vlees. Oké, we hebben hier een nerd naast, want mammoeten eten geen vlees. Maar dat is in ieder geval een hele toffe nieuwe feature. Je kan dus beesten lokken door middel van vlees. Ze hebben een nieuw wapen, zo van echte kruisbogen, had ik wel heel tof passen in het thema. Zeker, heel vet. Een beetje mijn favoriete wapen, zeg maar, de boog. En daarna mochten we naar een ander level en daar krijg je een boog. En als je daarmee richt, dan vertraag je de tijd. Waardoor je dus heel mooi iedereen kan pinpointen. Pam, pam, pam. En met je linker L-button kon je... daar staat de L-button voor. Met de button aan de linkerkant van je PlayStation 4 controller kon je zijn enemies taggen voor je leeuw. Je hebt een witte leeuw bij je. Of een tijger. Ja, een tijger inderdaad. Je hebt een tijger bij je en dan zeg je gewoon, hey, die daar. En dan springt die tijger er zo bovenop. Echt super awesome. Was wel een super moeilijke mode, want het is zeg maar een mode met die kleurtjes. Met dat witte en met dat blauwe en dat oranje poeder. Wat je ook iedere keer ziet bij de doeken en zo van Far Cry. Toevallig niet deze, maar er zijn allemaal gasten en moet je op schieten. En als je erop schiet, verdwijnen ze in een soort van blauw poeder. Alleen als je te lang niet op ze schiet, dan verdwijnen ze. En dan staan ze in een keer in je bakjes met een mes. Dus pittig moeilijk. Ik ben alleen maar dood gegaan. Uiteindelijk viel ik in een vijver met bloed. En daar zaten bloedpiranja's en die aten me op. Dat was minder, maar ik ben super enthousiast over de game in ieder geval. Ze waren wel heel langzaam. Ze waren heel langzaam. Hele langzame piranha's, ja. Ja. In ieder geval, ik raad jullie zeker allemaal aan deze game. Even flink te checken. Misschien hebben we nog wel beelden door de video heen. Ik hoop het wel. We gaan kijken voor deze vette review. Wat meer gewoon mijn mening is over ik die net het spel speelde. Dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En we zien jullie met meer dingen van Gamescom. Later.